Er is lang naar uitgekeken, maar er is dan toch eindelijk een datum geprikt voor de opening van het Stedelijk Museum Schiedam. In februari 2021 trad Anne de Haai aan als directeur van het Schiedamse Museum, maar al die tijd is zij een directeur zonder museum geweest. Dat komt door de renovatie van het Sint-Jacobsgasthuis, het gebouw waar het Stedelijk Museum in is gehuisvest. De renovatie duurde langer dan gepland en de opleveringsdatum werd tot 2 maal toe opgeschoven. Maar er is nu licht aan het einde van de tunnel. Anne de Haai, van harte welkom. Je bent de nieuwe directeur van een gesloten stedelijk museum. Ja, absoluut. Hoe is het om een directeur te zijn van een museum waar nog niemand is geweest? Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik ben ook denk ik na een jaar misschien wel niet helemaal meer nieuw, maar we zijn dicht inderdaad. Sinds ik begonnen ben is het museum dicht voor renovatie. Alleen we hebben in de tussentijd wel op heel veel alternatieve plekken hele mooie dingen gedaan. Recent nog de glasfabriek, maar ja, dat kwam wel een beetje pijnlijk ten einde als gevolg van de lockdown. Ik heb het gehoord, in verband met corona is dat beëindigd nu. Ja. Maar desalniettemin, ik kijk natuurlijk heel erg uit naar de heropening van het gasthuis. En dat gaat 14 mei gebeuren. Dat voelt misschien nog ver weg, maar het is, we zijn echt heel hard aan het werk om het gebouw nu helemaal klaar te maken. Als je er nu langs loopt, denken sommige mensen nog, er moet toch nog wel veel gebeuren. Maar het gaat nu in deze laatste weken echt heel hard, ja. De opening is eigenlijk al 2 keer opgeschoven. Ja. Hoe komt dat? Het zijn altijd grote projecten. Ja, nou kijk, ik leid zelf die renovatie niet. Dat is de gemeente Schiedam. Maar je kunt je denk ik allemaal iets voorstellen. Als je zo'n oud monument gaat renoveren, dan kom je dingen tegen die je toch echt niet had kunnen voorzien. Dat probeer je natuurlijk wel allemaal van tevoren in te plannen. Maar ja, zo kwam opeens de waterleiding heel ergens anders binnen dan op alle kaarten stonden. Dat zorgde echt voor heel veel problemen. Achter voorzetwanden kwam stukwerk tevoorschijn, wat toch echt wel veel slechter aan toe was dan gepland. En ja, dat weet ook inmiddels iedereen. We verkeren ook in een soort grondstoffenschaarste, waardoor elke keer iets te laat geleverd wordt. Dus nou ja, zo stapelt dat op. En moesten wij ook als museum elke keer toch weer die openingsdatum verzetten. Maar we houden goede moed en ik zeg nu 14 mei wordt het. Nou, we zijn heel benieuwd. We houden je eraan vast, hè? Dat begrijp je. Ja. Mag ik wat vragen? Mag, uiteraard. Ja? Ben je ook dingen tegengekomen uiteindelijk dat je dacht van wow, dat hadden we niet kunnen zien, maar we hebben iets ontdekt? Nee, dat eigenlijk niet. Nee. Op zich loopt het echt gewoon hartstikke goed, deze renovatie. Hè? Want aan de buitenkant denk je, ja, het wordt alleen maar later elke keer en het wordt ook nog iets duurder. Maar kijk naar een gemiddelde verbouwing van zo'n groot monument, dat kan jaren duren. Dus als wij 14 mei open gaan, dan is het anderhalf jaar geweest. Dat voelt gevoelsmatig heel lang, want we hebben allemaal zin, dat zei je net ook. Hè? We willen iets leuks gaan doen, we willen er weer op uit. Maar uiteindelijk ben ik heel blij als wij 14 mei gewoon de deur open. Je liet heel even vallen, het kost iets meer. Iets meer, dus best wel veel meer, zeker in de ogen van de gemiddelde Schiedammer. Maar hoe is daarop gereageerd? Eerlijk gezegd hebben wij als museum daar weinig reacties op gekregen. En dat snap ik ook wel, want ja, het pand is eigendom van de gemeente en die leiden ook die renovatie. Bij ons weinig. En tuurlijk wel dat het moeilijk is en dat dat geen fijn bericht is. En daar hebben wij natuurlijk alle begrip ook voor. Ja. Maar ik proef vooral wel heel veel bij de Schiedammers met wie we samenwerken in onze programma's. Maar ook de ondernemers op de Hoogstraat van, nou, wij kijken vooral uit naar die 14 mei. Want dat vergeten we wel, behalve dat we allemaal in die lockdown ons toch best wel stierlijk hebben verveeld. En behoefte hebben om weer even dat brein aan te zetten of gewoon een hele fijne middag te hebben. Zorgen wij ook echt wel met, nou ja, als ik kijk naar het jaar voordat we dicht gingen, 70.000 bezoekers per jaar. Die gaan allemaal die binnenstad in als ze bij ons binnen zijn. Dus mensen hebben ook weer behoeften op allerlei manieren. Of het nou meer maatschappelijk is omdat je een uitje wil, of omdat het de ondernemers in de stad zijn die onze bezoekers weer nodig hebben. Ja. Dus ik proef nog wel vooral positief vooruitkijken. Nou, dat is sowieso fijn. Ik stelde hem net aan Ruud, ik ga hem ook aan jou vragen. Is het in zo'n pandemie niet logisch dat bijvoorbeeld de cultuursector als een van de eerste of het langste dicht blijft? Het is natuurlijk heel belangrijk dat je een nieuw paar sokken of een nieuwe onderbroek kan kopen. Maar is een bezoekje aan het museum net zo belangrijk? Jazeker. Kijk, toen deze pandemie begon, had iedereen natuurlijk redelijk begrip. We wisten allemaal niet waar we aan toe waren. En toen ging ook alles in één keer op slot. En daar alle begrip voor. En op een gegeven moment zijn we in een hele andere fase terechtgekomen. En we maken nu ook echt, de politiek maakt met name ook keuzes. Hè? En welke sectoren gaan er eerst open en welke gaan er als laatst open.
En ik vind het niet meer uit te leggen dat kunst en cultuur in brede zin, maar ook musea, gewoon elke keer als eerste dicht moeten en als laatste weer open mogen. Maar als je kijkt, wereldwijd zijn er in deze pandemie, is er geen enkele haard of enorme uitbraak in een museum bekend. Als we even terugdenken aan Stedelijk Museum Schiedam, je hebt er zeeën van ruimte. Wij zijn echt een ster in mensen gedoseerd naar binnen laten gaan. We hebben daar hele goede systemen voor met tijdsloten. En we zijn top geventileerd. Dat is alleen al nodig voor die kunst. Dus ja, het zijn de meest veilige plekken waar je juist weer iets kan doen, behalve Netflixen, een boek lezen of breien. Ja, nou ja, dat is sowieso natuurlijk gezond om daar even mee te stoppen. Ja. Dat geldt voor jullie allebei een beetje. Jullie hebben dus veel in het werk gesteld om veilig je gasten te kunnen ontvangen. Ja, dat wilde ik net op inhaken ook. Hè. Ja. Bij de horeca is dat precies hetzelfde. Als ik zie bij collega's en ook bij mezelf van hoe we dat hebben ingericht. En alles hebben gedaan om maar zo veilig mogelijk, zeg maar, mensen te kunnen laten zitten, kunnen het laten drinken, eten en dat soort dingen. En ik loop in de supermarkt en om maar een voorbeeld te geven, en we zitten massaal op elkaar, dan denk ik ja. Ja, dat is echt niet uit te leggen. Dat is echt niet uit te leggen. Nee, daar ben ik het ook 100% mee eens. En ik hoorde jou daar net iets over zeggen. Kunst en cultuur is ook niet een soort extraatje. Daar wil ik hier best wel een pleidooi voor houden. Kijk, als je een gemiddeld politiek debat of misschien een social media commentaar leest onder het nieuws dat de verbouwing uitloopt, dan zou je bijna denken, niemand geeft om kunst en cultuur. Maar als je naar cijfers kijkt, blijkt dat helemaal niet. Er zijn in Nederland bijvoorbeeld alleen al 1,3 miljoen museumkaarthouders. Nou, kijk naar dit afgelopen jaar. Musea zijn 24 weken gesloten geweest, wij ook. We hebben niet eens een gebouw gehad. En toch trekken wij krap 30.000 bezoekers op al die pop-up locaties, waarvan ruim een kwart uit Schiedam. Mensen handelen dus helemaal niet naar dat politieke sentiment dat kunst een extraatje is. We hebben dat nodig. Ja, en dan heb ik het niet eens over stapels onderzoeken door de jaren heen, waaruit allang blijkt dat kunst en cultuur, maar ook geschiedenis, dat heeft echt een bijdrage aan onze mentale gezondheid en het welzijn van mensen. Dus ja, ik vind het echt niet op meerdere redenen niet uit te leggen dat wij nu nog steeds dicht zijn. Als je dat doorvertaalt naar de mentale gezondheid, geldt dit ook voor jongeren? Zie je dat jongeren ook nog steeds geïnteresseerd zijn in cultuur en musea? Zeker. Ook daar is natuurlijk het beeld dat jongeren niet geïnteresseerd zouden zijn in kunst en cultuur. Nou, allereerst komen ze bij ons ook veel binnen via de scholen. Nou, mag dat momenteel wel. He, wij als Stedelijk Museum Schiedam zijn natuurlijk gesloten nu vanwege renovatie. Maar de musea die wel weer open mogen, mogen gelukkig weer als scholen ontvangen. Daar ben ik al heel blij om. En kijk, het geldt natuurlijk voor jongeren net zozeer, die willen er ook uit. Die zijn ook eenzaam. Als ik alleen al naar mijn eigen jeugd terugkijk, maar wil ik best eerlijk over zijn. Ik genoot van het leven. Ik ging veel naar de kroeg, veel naar festivals, veel naar cultuur. Dat gun je toch iedereen. En als je dan de onderzoeken leest dat jongeren eenzaam zijn, last hebben van depressieve gevoelens, ja, dan denk ik, daar moeten we echt nu in deze fase van de pandemie iets aan gaan doen. En niet alleen maar weer naar de economische motieven kijken van sectoren. Alhoewel die er dus ook zijn. Nou ja, dat begrijp ik goed. Ook als jou hoor, Ruud. Het gaat om financiën. Uiteraard gaat het om financiën. Okay, okay. Maar het gaat ook om je mentale gezondheid als ondernemer. De mentale gezondheid van je gasten en bezoekers. Die gewoon ook hun verzetje nodig hebben. Ja. En daar iets mee willen. Dat is zeker zo. Hè? Ik bedoel, goed dat je het aansnijdt de jongeren. Het personeel wat wij hebben zit in de, ten opzichte van ons in de jongere categorie. Ja, die missen gewoon alle evenementen. En ik hoor dat om me heen en die worden knettergek. Ja, nou ja, en ik weet bij jullie, zeker bij JJ's in de passage, komt ook veel van de oudere doelgroep. Mensen voor wie het echt hun uitje is om zeker. Even lekker een kopje koffie met een stuk gebak te eten. Dat de mensen die doelgroep hebben wij, die kunnen niet ver wandelen en die lopen dan naar JJ's om daar uit te rusten, een bak koffie te doen en weer terug te gaan. Dus dat is hun dagelijks uitje. Ja. Wat ga je doen? Bij het museum heb je dan natuurlijk precies hetzelfde. Ja, nee, het gaat om alle doelgroepen. Kijk, bij Glas Hart, dat was de tentoonstelling met post-graffiti kunst, dat trok heel jong publiek. Ja, daar kwamen kids skielerend het terrein op of met steps. Toch? En die hadden ook behoefte aan dat uitje. Maar het geldt ook voor bijvoorbeeld ons kijkdepot een tijd terug in de Havenkerk. Daar kwam wat ouder publiek, die kwamen naar die historische collectie van het museum kijken. Iedereen heeft behoefte om eruit te gaan. Of het nou is om gewoon iets moois te zien, een kop koffie te drinken, je hersenen even weer een beetje te laten kraken omdat je iets nieuws ziet. Ja, we hebben het gewoon hartstikke nodig. Ja. Dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over dat we in de samenleving best wel
tegenover elkaar zijn komen te staan door alles wat er in de wereld is gebeurd. En als je het mij vraagt, is het juist naar iets gaan kijken, of dat nou kunst is of een geschiedenis. Dat leert je ook heel vaak op een heel ontspannen en relaxte manier, anders dan in de Tweede Kamer of op social media soms. Verdiepen in een heel ander perspectief. Ik denk dat we dat ook heel erg hard nodig hebben. Niet meer in die eigen bubbel. Maar letterlijk gewoon weer eruit. Eruit. Het leven genieten. Nieuwe dingen ontdekken. En ja, daar ook niet meteen, zoals het op social media gaat, haaks tegenover elkaar staan. Maar dat gewoon eens tot je laten komen. En bij een kop koffie daarna of een lunch of een goed biertje daar nog eens met elkaar over hebben. Ik denk dat we dat weer heel erg nodig hebben in onze samenleving. Ik denk dat ik voor vrijwel alle Schiedammers spreek die staan te trappelen om een lekker gebakje bij je te komen eten of naar de nieuwste expositie te kijken. We hopen allemaal dat jullie heel snel weer open mogen.